De gemeente Nijmegen is van plan een nieuwe sporthal te bouwen in Nijmegen-Noord. Dat heeft wethouder Renske Helmer laten weten na vragen van VVD-raadslid Patrick Houdisselan. Uit onderzoek onder bewoners is gebleken dat er een lent grote behoefte is aan een sporthal als aanvulling op de sportvelden die er nu zijn. Die bieden te weinig plek voor alle sporters in Noord. Wethouder Helmer laat desgevraagd weten dat het plan voor de sportaccommodatie nog in de beginfase is en dat er over een locatie of uiterlijke datum nog geen concrete uitspraken gedaan kunnen worden. Daarvoor worden de plannen eerst nog verder uitgewerkt. Het regeerakkoord werd eerder deze week bekendgemaakt en burgemeester Bruls van Nijmegen wordt steeds vaker genoemd als minister in het nieuwe kabinet Rutte 3. N1-presentator Raymond Jansen informeerde al vaker naar zijn persoonlijke ambities, maar Bruls ontkende tot nu toe stellig. Ja, ik heb allereerst ontzettend veel waardering voor uw persistentie. Voor degenen die dat woord niet kennen, voor uw volharding om hierover te beginnen. Maar ja, neem me niet kwalijk, mijn commentaar blijft eigenlijk ook wel hetzelfde. Ja. Ik vind het prachtig, maar ik voel me heel erg op mijn plaats in het Nijmeegse. Volgend jaar mei loopt mijn eerste termijn af en de procedure loopt voor de verlenging en daar ben ik volledig voor in. Oké. Nu weet u dat politici die zeggen dat iets niet aan de orde is, zich juist in de kijker spreken daarmee? Nee, ja, u stelt mij een vraag. Ik kan natuurlijk ook zeggen dat ik uw vragen niet beantwoord, maar dat is ook zo heel erg flauw en ik hou het bij. Weet u, als u wordt gevraagd van andere post, vragen die u niet kent, kun je ook niet voorspellen. Je kunt dus om die reden nooit zeggen dat iets niet zou kunnen zijn. Ik zeg u, ik heb niet die wens en die interesse. Ik voel me prima hier op mijn plek en verder wachten we alles maar af. Dus het zal allemaal wel. Ik vind het mooi dat u blijft volhouden vragen. Ik ben wel benieuwd of er nog een tijd komt dat u me die vraag niet meer gaat stellen. Nou, volgende maand bijvoorbeeld, want als ik u beluister, dan zitten we hier gewoon volgende maand weer. Ja, absoluut, daar ga ik zonder meer vanuit. Goed, tot die tijd. Het hele gesprek met de burgemeester wordt binnenkort in het geheel uitgezonden op N1. Burgemeester Hubert Bruls is ontevreden met een passage over bed, bad en brood in het regeerakkoord van de nieuwe regering. In plaats van een legitimering van het onderdak bieden aan asielzoekers, beperkt het volgens de burgemeester de mogelijkheden van de gemeente juist in. Wethouder Frinks en ik zijn hier niet blij mee. Het is slecht nieuws voor gemeentes. Als je dus die voorzieningen hebt en de asielzoeker die je opvangt wordt uitgewezen, mag deze nergens meer opgevangen worden. We moeten hier met andere gemeentes over om de tafel, want het moet echt anders.